In het kader van de KKR-actie, hier hebben we nog één kikker. Sterker nog, het gerucht gaat dat het Kermit de kikker is. Vervolgens met een leuke tekst erbij, zeggen wat je denkt kan ook iets aardigs zijn. En als je goed kijkt, zie je dat Kermit voor geld vraagt, want er staat een euroteken. Als je Kermit omdraait, kun je zien, hier kun je geld instoppen. Daar dus. Draaien we Kermit de kikker weer om, zodat hij mooi in beeld blijft. De camera zet ik even elders op, zodat het een beetje goed uitziet. Kortom, steun het kankerfonds. En als je dan toch bezig bent met steunbetuigingen, steun geldelijk ook het AIDSfonds. En als je toch bezig bent met goede doelen, steun ook de hart- en vaatziekten. Dat is alles voor vandaag. Goed, we zijn hier voor de KKR-actie, oftewel de kikkeractie. Hier moet ergens een levende kikker in rondhopsen. Maar dat weten we niet. En ik zie hem niet. Trouwe kijkers zien dat ik bij de kaartenbol ben, want het is woensdag. Nieuw in de kaartenbol is die kikker. Daar gaan we even naartoe. Deze kikker. En die kikker daarachter. Die staat wat verhuld opgesteld, want die is bang voor de regen. Deze kikker. En nog een kikker. En natuurlijk niet te vergeten deze kikker. Laten we deze kikker Plons de gekke kikker noemen. Dat was iets Belgisch, dacht ik. Weet ik niet meer zeker. En zodoende. En bij de kaartenbol hebben we natuurlijk ook kikkerdril. Dat is dit. Voor de goede orde. Ook hier zit ergens een kikker. Wederom geen idee waar. Levende kikkers zijn moeilijk te filmen, blijkbaar. In mijn vorige filmpje over de kaartenbol, maar dit is de KKR-actie, zei ik nee, die planten zijn niet dood. En nu kunnen jullie zien dat ze inderdaad niet dood zijn. En die daarachter ook niet.